Jeroen Veldmaten. Tweede minuut wedstrijd. Krijgt hem terug. Veldmaten. Bal lang onderweg. Daar duikt Van der Sluis op. En daar is het eindstation Johan Voskamp. Een geweldig fraaie aanval. En Voskamp zet Helmond Sport al heel vroeg op voorsprong. Prachtige lange bal van achteruit van Veldmaten. En de rechtsback Van der Sluis is mee naar voren geslopen. Doet dat in één keer goed. En het is al de derde van het seizoen voor Voskamp. Rustenberg. Cambuur meteen op zoek naar de gelijkmaker. Dio Velasco wat ongelukkig weggewerkt. En daar is de gelijkmaker. Jeffrey de Visser. Wat een spectaculair begin van dit duel. De voorzet van Rustenberg. Dio Velasco raakt hem hier slecht. Veldmaten krijgt hem dan ook niet fijn weg. En Jeffrey de Visser met de buitenkant van de schoen. Ook dit is een fijn doelpunt. Nog altijd in het eerste kwartier. Cambuur de rest van de tijd in balbezit. Helmond Sport laat zich wat inzakken. Dat is een aardige opening. En Turk. En de redding van Van Westerop. Goed vrijgespeeld. Een skybox in de braak. U ziet er zo uit. We zijn wel hardcore fans. Na het spectaculaire begin is het nu een beetje ingekakt. Nu komt er wel nog een hoekschop vlak voor rust. Voor Cambuur Leon Heze. Stond akelig vrij, kopt voorlangs. Het is rust en dus gaan ook Danny Koevermans en Stef Nijland even op zoek naar een drankje. Zij op de tribune voor onder meer Jeroen Veldmaten, met wie met name Nijland samenspeelde bij Groningen. Eerste kans van de tweede helft is voor Ter Heide en dat scheelt niet zo gek veel. Beekmans. Opgejaagd door Kaslauskas. Overtreding van de Amerikaan. Kwartiertje alweer verstreken in de tweede helft. Afstand lijkt toch wel vrij fors. Maar kennelijk geldt dat niet voor Leon Heze, want die bal vliegt zomaar in één keer binnen. En lijkt recht door het midden te gaan. Cambuur op voorsprong, daar moet je vrede mee hebben, want de ploeg wil veel meer voetballen. Maar wat doet Van Westerop hier? Duikt helemaal naar de verkeerde kant en is dus kansloos. Beekmans levert in. Nu moet Helmond Sport wel vooruit gaan denken. En het schiet hier. Eindelijk weer eens op doel. En daar hebben we nog niet veel van gezien. Het komt van de Braziliaan Bruno Andrade. Stanley Menzo met wilde armgebaren. Onder zijn leiding steeg Cambuur vorig seizoen van de 14e naar de 3e plaats. Nu staat hij dus op voorsprong. Maar voor hoe lang nog? Want hier is Hutcher. En de redding van Meul. En de rebound voor Mampuya. Schot gekraakt. Helmond Sport toont eindelijk wat tekens van leven. De Visser. Om wat meer ruimte natuurlijk voor Cambuur. Omdat Helmond Sport wat meer risico moet nemen. Turk achter het zandbeen langs. Maci. Prachtige sleep. Maci. Oh, listig gedaan. En dat lijkt de beslissing. Een schitterende goal van Cambuur. Het betekent een 3-1 voorsprong voor de Friese. En het is een hele fraaie. De sleep is fantastisch en het wippertje is gevoelig. Turk. Zo'n beetje in dezelfde minuut. Dit is een forse overtreding, zeg. Van Mark Veldmaten. En dat is een oliedomme, want die had al geel. En krijgt nu dus een tweede gele. Ook Jeroen Veldmaten, zijn broer, komt verhaal halen. Krijgt ook nog geel. In een wedstrijd die toch al ontsierd wordt vanwege de vele gele kaarten. En twee zijn er dus uitgegaan naar Mark Veldmaten. En nu, met nog 20 minuten te gaan, gaat deze nieuwe man van Helmond Sport mopperend naar de kant. Maar het lijkt meer dan terecht. De Visser. Ter Heide. Oh, wat zweeft hij lekker. Het is 4-1 voor Cambuur. En wat revangeert deze ploeg zich voor die forse nederlaag vorig seizoen tegen hetzelfde Helmond Sport. Toen betekende het einde van Juri Koolhof. Maar onder de man die hem opvolgde, Stanley Menzo, is Cambuur een heel andere ploeg geworden. De wedstrijd is natuurlijk al lang en breed gespeeld. Hinkens via invallen van de Ree. En vlak voor tijd krijgt Helmond Sport nog een hoekschop. Gio Velasco. Jeroen Veldmaten. En daar is dan toch nog een treffer voor Helmond Sport. Een eretreffer. Dat betekent dat we hier gaan eindigen
met 2-4. Een goede overwinning dus voor Cambuur. In een harde wedstrijd, 11 keer geel, waarvan 2 als gezegd voor Mark Veldmaten, blijft Cambuur de ploeg van deze Stanley Menso overeind en toont zich dus een ware titelkandidaat.